Het was een paar jaar geleden. Mijn moeder was overleden en we ruimden het huis op. Samen met mijn broer pak ik de tafel op en we zetten hem op zijn kant. En ik zag het stickertje aan de onderzijde. Dit is een verhaal wat we opgetekend hebben van mensen die we eigenlijk op deze plek en ook op andere plekken in de stad hebben gesproken. We hebben mensen gevraagd naar herinneringen aan de tafel waaraan ze zijn opgegroeid. Omdat we wilden weten wat de betekenis eigenlijk van de tafel is. Dus het zijn allemaal hele korte portretten eigenlijk. Tafelportretten noemen wij ze. De bomen die hier liggen, die zijn van de jaren 60. Ze zijn hier in september 2011 omgezaagd. En daarna zijn ze verzaagd en opgelat, zoals dat heet. Dus hier die latjes ertussen, die zorgen ervoor dat de wind het hout kan drogen. Het hout moet bijna 2 jaar drogen om het te kunnen verwerken. We maken tafels van bomen die zijn gerooid en die tafels die keren ook weer terug in de stad. Elke boom die heeft een verhaal en dat verhaal dat is opgetekend in een boekje. En dat boekje zit dan ook bij die tafel. Dus eigenlijk krijgen die oude bomen een tweede leven? Ja, nou ja, eigenlijk wordt hun leven verlengd. Het is, ze gaan doorleven niet meer in de vorm van boom, maar in de vorm van tafel. Dit wordt een picknicktafel. Ik weet niet waar die heen gaat, maar ik begreep eruit dat die naar het kanaal aan gaat. Op die kinderboerderij daar. En wat brengt jullie nou hier? Het is een ludiek project. Bomen die gekapt zijn en die dan weer hergebruikt gaan worden, dat is fantastisch. Dus daar willen we graag aan meewerken. Ja, Jurjen, hier heb je lang naartoe geleefd, hè? Hier heb ik zeker lang naartoe geleefd, ja. En nu is het eindelijk begonnen. Ja. En hoe gaat het? Ja, goed. Ik ben vandaag de hele dag rondgereden met hout voor de werkplaatsen. Zodat de mensen nu aan de slag kunnen. Nou, we hoorden iets van 14, 15 tafels en dan komen er 2 naar Kanaaleiland. Nou, hebben we toch geluk. 18 tafels en er komen er 2 naar Kanaaleiland. Eentje naar Resto van Harten, die wordt dus hier gemaakt. En eentje naar de Johannes de 23e school, die nu Schatteiland gaat heten. Wat wordt dit? Een binnentafel, dus hij gaat gebruikt worden ook in Resto van Harten. Dus straks kunnen mensen eraan eten. Dit is het boekje dat gemaakt is door mensen tijdens de boekbindersworkshop. En dit is de boom die we hier staan te verzagen. Dit is het aanzicht. Hij is in 1965 daar geplant. En in 2011 gerooid. En meestal worden die bomen gerooid omdat ze ziek zijn. There's a big old hole. Goes right through. Het is aan jullie om er dit feestprogramma van de Vereniging van Utrecht iets moois mee te doen. Wat vindt u ervan dat zoveel mensen, zoveel Utrechters zo betrokken zijn bij dit project? Het mooie van het project, want ik vind het een project met veel schoonheid, vind ik het steeds, is dat wat wij vaak in theorie zeggen, de kracht van verbinden, de kracht van kunst, de kracht van creativiteit, dat de mensen van Tafelboom dat heel concreet maken. Je maakt met je handen, samen met buurtbewoners, samen met collega's, iets wat je daarna nog heel erg goed kunt gebruiken en je zorgt ook dat de verhalen rond die plek er ook bij blijven. There's a big old hole, goes right through.